Ze kwam hier op 28 november 1944 aan uit een door de geallieerden platgebombardeerd Arnhem. Ze logeerde bij de weduwe Rombouts in Villa Loma aan de Dallaan, nu Beukelaan. Kerstdag, hier staan we voor het huis waar Maria Dermout heeft gewoond. In korte tijd. En daar weet jij natuurlijk alles van. Ja. Je hebt er een dik boek over geschreven. Nou, Maria Dermout, dat is ze. Fantastische Nederlands-Indische schrijfster. Heeft hier de 1,5 oorlogsjaar doorgebracht. Van november 1944 tot april 1945 in verband met operatie Market Garden. En de evacuatie van heel veel mensen uit Arnhem naar hier, naar dit heen komen in Baren. En zij woonde in Arnhem aan het stationsplein, tegenover het station. Het is nu afgebroken. En daar heeft ze dus ook een tijd in de oorlog gezeten. En daarvoor heeft ze nog weer in Delden gezeten, in Hotel Twickel. Ook in de oorlogstijd. Uiteindelijk is ze hier terechtgekomen. Dus ze is echt van hot naar her versjouwd. En ze heeft op een boerenkar gereisd. En dat was 56 toen. Maria Dermout werd op 15 juni 1888 geboren aan de noordkust van Midden-Java. Haar moeder heeft ze nooit gekend. Die stierf kort na de geboorte van haar dochter. Snel daarna verhuisde haar vader, Frederik Ingerman, naar de diepe binnenlanden van Java om daar de leiding van een andere suikerfabriek op zich te nemen. En daar groeide Maria op, zonder moeder. Later, vanaf 1894, met een stiefmoeder, Augusta Helena Lohman. Haar vader was ondernemer, suikerondernemer. En daar heeft zij een deel van haar jeugd doorgebracht. Is vaak in haar eentje heen en weer gereisd vanuit Indonesië met de boot naar Nederland. Als 3-jarig meisje al. Heeft in Haarlem een middelbare schooltijd gedaan. En heeft toen op 18-jarige leeftijd getrouwd. Op Java. En toen heeft ze een tijd nog op Ambon gewoond. En in de jaren 30 is ze teruggekeerd. En toen ze 61 was, toen pas debuteerde toen ze. Nou, ze heeft haar leven lang al geschreven. Ja. Kleine dingen, ook in kranten, in de Surabaya's Weekblad. En dat noemde haar man Lieve Dingen. Het waren poëtische verhalen. Maar heel erg doortrokken van die Indische sfeer, om het zo te noemen. En toen ze 61 was, debuteerde zij met een verhalen, met een korte roman, Nog pas gisteren. En toen kwamen een paar verhalenbundels. En haar meesterwerk is De 10.000 Dingen. Dat is ook het Amerikaans vertaald en dat heeft de bestsellerlijsten gehaald in Amerika. De 10.000 Things. Was nog beroemder dan Dr. Zhivago van Pasternak. Ja. Er zou zelfs nog een musical van gemaakt worden, ja, maar dat is nooit doorgegaan natuurlijk. Maar dat is een geweldig boek over goed en kwaad en geweld en vrede en goedheid en vertroosting, wat zich helemaal afspeelt op Ambon. Op Ambon. Ja. En daar heeft ze natuurlijk ook gewoond. Daar heeft ze 4 jaar gewoond, ja, in 1910 tot 1914. Dus haar man was binnenlands bestuurder en jurist. En ja, dat gebeurde altijd in het oude Indië. Maar je moet tegenwoordig heel erg oppassen voor je woorden, weet ik inmiddels. Maar in het oude Indië werden mensen heel vaak op overgeplaatst. Je begon heel laag in een hete stad, in Jakarta of zo. En dan ging je langzaam maar zeker naar Bandung, wat een koelere plek was. Ja, en weer een hogere iets plek. Hoger. Iets hoger. En dan ging je steeds hoger op in de maatschappelijke ladder. Ja, ja. Zij was absoluut niet een schrijfster die een koloniale schrijfster genoemd wilde worden. Mm. Maar wat heel sterk in haar leven zit, is dat zij zich enorm verbonden voelde met Indië of Indonesië. Ja. En hoogstwaarschijnlijk, dat kun je ook wel zien aan het omslag, ja, hoogstwaarschijnlijk heeft zij een Indische moeder gehad. En was dat de eerste vrouw van haar vader. En die is toen naar de hand, heeft die Indische vrouw waarschijnlijk in de kampong gestuurd, dat gebeurde. En toen kwam daar een Nederlandse vrouw voor in de plaats, haar stiefmoeder. Ja. Dus zij weet eigenlijk niet wat haar afkomst is geweest. Nee. En gezien haar diepe verbondenheid met Indonesië en ook de baboes met wie ze omging, of ja, het personeel, hoe je het moet noemen, en naar wie ze veel geluisterd heeft, zegt ze ook, ik ben helemaal verbonden met dit land. Ik kan niet zonder dit land leven eigenlijk. Mm-hmm. En dat is
ja, de band die ze had met Indonesië. En ze heeft eigenlijk altijd na haar terugkeer in 1934 ja, die band gevoeld. En ze is ook na terugkeer in Nederland nooit meer terug geweest. Ja. En is haar boek ook in Indonesië uitgegeven? Ja, al haar boeken zijn in het Indonesisch vertaald. Ja, ja, en hoe zijn ze daar ontvangen? Gedaan. Daar zijn ze heel goed ontvangen. Want ja, het is natuurlijk nu met de inzicht van nu heel lastig. We hebben het nu natuurlijk over een boek dat in de jaren 60 is verschenen. Dus bijna een halve eeuw geleden. Dat was ook de sfeer waarin zij debuteerde. Was ook de tijd waarin F. Springer en Rob Nieuwenhuis en Beb Fuik. Dus die hele Nederlands-Indische generatie aan het woord kwam. Waarin het toch wel geschreven werd met het gevoel van ja, we voelden die verbondenheid met het land. We voelden ons daar thuis. We voelden die verbondenheid met de mensen. Maar ja, het moest natuurlijk onafhankelijk worden. Dat accepteerden ze allemaal. Ja. Maar dat betekent niet dat die verbondenheid er nog steeds is en gevoeld werd. Ja. Ja. En zo heb ik haar werk ook wel bekeken. Zij schrijft in haar boeken, hè, nog pas gisteren suggereert het al, heel veel over afscheid. Ergens staat er ook, deze kinderen moesten al vroeg leren afscheid nemen. En dat is altijd afscheid nemen van je dierbaren of in Nederland of in Indonesië. Dus dat motief van afscheid is eigenlijk wel haar grondmotief. Het gescheiden worden van de mensen en de plekken. Ja. Vooral dat waarmee je dus opgegroeid bent, waarmee je verwantschap voelt. Ja. En het opmerkelijke aan Maria Dermoud is dat zij eigenlijk, en dat vond ik wel ook wel schokkend op een bepaalde manier, en boeiend ook, en onthullend, dat zij dus na 34 heeft ze met geen woord meer geschreven over het Indonesië wat zich daarna heeft ontwikkeld. Ja. Dus niks over de politieke acties, niet ergens, niet één woord aan de soevereiniteitsoverdracht. Ja. Van 27 december 1949 op de Dam. Niets. Nee. Dus voor haar ging echt, het gordijn viel op de dag dat zij dus ja, voorgoed uit haar geboorteland, want dat is het ook, dat is ook mijn geboorteland trouwens, Jakarta, vertrokken is. Ja. Dus dat is heel vreemd hoe zij toen begon dat land van toen te koesteren en geen woord heeft geschreven over alle ontwikkelingen, want sinds 1962 overleden, nou moet je nagaan, is er heel veel gebeurd. Ja. Niets. Nee. Wat gebeurde er toen ze hier wegging? Toen ze hier wegging is ze weer teruggegaan naar Arnhem, omdat haar dochter daar ook woonde, Etty, die al haar boeken trouwens heeft uitgetikt, want ze had ze al met de hand geschreven. En daar is ze verder gegaan met schrijven. En uiteindelijk heeft ze 3 keer de versie moeten maken van die eerste korte roman Nog pas gisteren. Want die is in door de Duitsers verbrand. Toen ze dus hier naartoe vluchtte. Dus ze gingen uit Arnhem naar hier. Met de manuscripten bleven in het huis in Arnhem. Daar is het huis ook geconfiskeerd door de Duitsers. Is haar boek, al haar spullen zijn verbrand. Ze heeft de 3e keer de versie van haar eerste boek geschreven. En daarmee is ze in Arnhem naar de journalist of cultuurrecensent en schrijver Odion van der Woude gegaan. En die heeft toen ervoor gezorgd dat zij dus bij uitgeverij Querido terecht kwam om haar boek uit te geven. En daarna is ze verhuisd naar de Blokkendoos in Noordwijk aan Zee. Ja. Daar heeft ze tot aan haar dood toe gewoond. Ja. En het huis staat er nog steeds, aan de Atjeweg. Ja, ja, ook toepasselijk. Aan de Atjeweg, ja. En het is echt een blokkendoos. Het is een totaal uit 4-kante blokken opgebouwd huis. Ja. En toen werd ze dus heel beroemd in Amerika. En toen dus nog een van de sterfotografen van het Life magazine, Times Life, is daar nog geweest om foto's te maken. Dat is deze foto die hier ook in dit boek staat. En ik heb een jaar lang gaf ik les in Amerika. En heb ik ook de 10.000 dingen met de studenten besproken. En toen zei ik, waarom, zeg eens aan mij waarom dit zo'n beroemd boek is geworden in Amerika. Ja. Nou, toen bleek het dus heel erg toch ook te refereren aan de Verenigde Staten, het zuiden. Wat er ook de plantages waren en waar slavernij was. Dat herkennen ze. En er zit heel veel gewelddadigheid in dat boek. Ja. Haar man
vertelde haar bijvoorbeeld het verhaal dat een aantal jaloerse vrouwen een posthouder verdronken, dus onder water hielden. En dat waren allemaal gebeurtenissen die hij tegenkwam in zijn leven als rechter. Dus die heeft zij gebruikt. Dus zij heeft het geweld wat zij dus tegenkwam via haar man, en waar veel over gesproken werd, heeft ze dus ook in haar boeken verwerkt. Ja. En dat vonden de Amerikaanse studenten juist het hele fascinerende van haar. Ja. Dus was niet echt heel sterk van gezondheid. Ze leed heel veel aan maagaandoeningen. Haar man was al veel eerder overleden aan een hartstilstand. Die kon heel slecht tegen het tropische klimaat. Daarom ging ze ook zo vroeg terug. Ja. Dus dat was voor haar ook wel een pijnlijk moment dat zij gedwongen werd op een relatief jonge leeftijd Indonesië te verlaten. En zij heeft heel veel maagkwalen gehad en is heel vaak met haar dochter Etty meer van Lugano in Zwitserland geweest. Mm. En daar heeft ze heel veel geschreven en dat vond zij ook eigenlijk heel Indisch. Ja. Dus zij zocht ook, en dat is ook heel mooi dat we nu hier staan in Baren. En Arnhem is ook natuurlijk toch wel een stad waar veel Indonesische mensen wonen, of oud-Indisch gasten, zoals het vroeger heette. Zij zocht wel plekken op die haar deden denken aan het oude Indië. Ja, ja. En dat was Zwitserland vaak, meer van Lugano met de bergketens en zo. Ja. En die bouw van die huizen. Ja, zeker. Met galerijen en balkons en mooie open deuren. Ja. Ja. Maar het was niet alleen Maria Dermout die in Nederland leefde alsof het nog in het oude Indië was. Ook veel inwoners van Baren leefden zo. In het dorp staan tientallen villa's die zijn gebouwd door Nederlanders die hun geld in Indië hebben verdiend. Om die reden zijn Maria Dermout en Baren met elkaar verbonden door de gordel van Smaragd.